Mijn naam is Paul Klinkhamer. Ik ben de basgitaardocent bij de popschool. Ik geef theorielessen, de basgitaarlessen natuurlijk. Ik geef ook gitaarlessen en de bandcoachings. Ik heb eerst 4 jaar lang de Herman Brood Academie gestudeerd. Dat is op mbo-niveau. Daarna ben ik doorgestroomd naar het hbo. Dat heb ik in Enschede gedaan aan het conservatorium, de popacademie. Ik ben eigenlijk bij de popschool terechtgekomen omdat er een filiaal in Enschede is en ik altijd studeerde in Enschede. En ze zochten nog een basdocent. Ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. De sfeer bij de popschool is heel goed, heel relaxed. Gewoon op je eigen manier de lessen volgen en ook de lessen krijgen. Ik geef vooral les vanuit de praktijk. Ik kijk heel veel naar wat een leerling moet kunnen om op het podium te kunnen staan. Daar ga ik naartoe. Ik leer ze liedjes aan, maar wel met de gedachtegang van, nou, we gaan straks op het podium gaan we dat ook doen. En waar moet je naar luisteren, waar moet je naar kijken, wat moet je horen. Probeer met je ringtingen. Heel goed. Want je hebt hier ook maar 1 vakje tussen zitten. Ja. Snap je? Ja. Dus je hebt 3 vakjes totaal. De eerste vinger, de tweede vinger, de derde vinger, de vierde vinger. Elke vinger heeft een vakje eens, zoals we eerder gezegd hebben. Dus de derde vinger erop. Maar dan kan je, dan staat deze automatisch, moet die hier staan. Ja, in principe. Ja? Als je dat van eerst haalt, haal je iets weet ook. Ja. Wat ik het meest mee zou geven als bassist zijnde, luister naar de drummen. Wat ook heel vaardig in je kunnen. Vooral dat je bezig bent met wat je allemaal moet kunnen op je basgitaar om op het podium te kunnen staan. Ik zie heel veel resultaten in dat ze toch durven het podium op te gaan. Terwijl ze dat in het begin misschien iets minder houden. En dat ze ook dingen uitproberen op het podium. Dus dat ze niet meer bang zijn of dat ze niet meer geremd zijn om gewoon te proberen en te doen en dat fouten eigenlijk niet bestaan. Bij de popschool worden 1 keer per maand worden die jam sessies georganiseerd. Dat is heel leuk. Ik ben er al een paar keer bij mogen zijn. Het is een goede manier om het allemaal in praktijk te brengen wat je geleerd hebt in de lessen en om eventjes langs te komen en ook je collega muzikanten te zien spelen en ook de vrienden, die kom je daar weer tegen. Gewoon het hele sociale gebeuren eromheen is ook een deel waarom ik doorgegaan ben met muziek. Omdat je mensen tegenkomt en mensen zijn enthousiast over jou of andersom. En je bent zowel met de muziek bezig als gewoon een vriendenkring om je heen creëren. De popschool die onderscheidt zich vooral omdat je, als je in een basles komt, het op maat gemaakt wordt. We gaan bezig met wat voor jou van toepassing is. Dus wil jij in een bandje gaan spelen, gaan we daarmee bezig. Maar wil jij heel goed worden op je instrument, dan gaan we daarmee bezig. Of wil je leren slappen, of wil je met je plektrum beter kunnen spelen. Dan is het allemaal op maat gemaakt eigenlijk. We hebben eigenlijk geen standaard lesmethode. We zijn vooral bezig met, wat wil jij nou? Als jij een liedje meebrengt, dan kunnen we daarmee aan de slag. En we zijn niet gebonden aan een methode die we aflopen van A tot Z. De rol van de bassist in de band is dat je samen met de drummer eigenlijk de ritmesectie bent. Aan de ene kant ben je samen met de drummer dus bezig met het ritme. Dus met het groeven, zo wel genoemd. Daarnaast ben je wel ook bezig met van, wat doet de zang eigenlijk? En wat doet die gitaar eigenlijk met die akkoorden daar allemaal? Met de verschillende tonen. Je moet daar ook rekening mee houden, want ja, je moet geen foute noten gaan spelen natuurlijk. En je moet in ritme blijven. Dus eigenlijk ben jij gewoon de belangrijkste, belangrijkste deel van de band. Zonder jou is er geen band. Dat zouden drummers zeker ook zeggen, ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet waar. Tip voor de kijker thuis. Zorg altijd dat je op de drummer let. Kijk wat hij doet. Wat hij met de hi-hat doet, wat hij met de snare doet, wat hij met de bassdrum doet. En luister tegelijkertijd heel erg naar de gitarist. En probeer die twee samen te voegen eigenlijk.